luistert naar een nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online. Ik ben Ruud Kouwenhoven en neem je in deze podcast mee op een fietstocht langs het Bassin d'Arcachon en de Atlantische Oceaan naar Cap Ferret. En misschien maken we samen ook nog een oversteek met een boot naar Arcachon. Luister je mee? In al de jaren dat ik in Frankrijk heb rondgereisd, is er één plek die om de een of andere manier altijd weer aantrekt. Ik ben er inmiddels diverse keren geweest, meestal met een tussenpoos van een paar jaar. Ik neem je mee naar de omgeving van het Bassin d'Arcachon, dat grofweg ter hoogte van Bordeaux aan de Atlantische Oceaan ligt. Deze grote binnenzee staat direct in verbinding met de oceaan en kent dan ook eb en vloed. Het is een bijzonder gebied dat rijk is aan vogels en natuur en ruim 15.500 hectare groot is als het met hoogwater helemaal is volgelopen. Bij het plaatsje Le Teiche komt de rivier de Eyre in het bassin uit. En daar is er sprake van de ontmoeting tussen zoet en zout water. En dat maakt het Bassin d'Arcachon zo bijzonder. Als er eens een jaar is dat ik samen met Jan gewoon een paar weken lekker niets wil doen, dan gaan we er altijd naartoe. Ook wij hebben af en toe wel eens het gevoel dat we eens even niets willen bezichtigen of willen ontdekken. En dan is het gewoon lekker om voor je caravan, huisje, tent, chalet, gîte of chambre d'hôte in de namiddag of avond te genieten van een glaasje wijn terwijl de vogels in de bomen zingen en voor ons een concert geven. Het is een fantastische streek om te fietsen. Er zijn veel mooi aangelegde fietspaden rond het bassin en in de schaduwrijke bossen langs de oceaan. De stranden zijn er immens en als je buiten het hoogseizoen gaat, heb je deze praktisch voor jou alleen. De golven zijn er ook imposant en op diverse spots wordt er dan ook gesurfd. Zwemmen in de zee is voor kinderen door de hoge golven niet altijd mogelijk of veilig. Maar daarvoor biedt het Bassin d'Arcachon alle mogelijkheden. Het loopt namelijk langzaam af en de strandjes langs het bassin zijn dan ook ideaal met kleine kinderen. Rond het Bassin d'Arcachon liggen 10 plaatsen. Het grote en moderne Arcachon, La Teste, Gujan-Mestras, Le Teiche, Biganoche, Audange, Lanton, Andernos-les-Bains, Arès en Lège-Cap-Ferret. Zelf kom ik regelmatig in Arès, een plaatsje in het noorden van het bassin dat eigenlijk niet zo gek veel voorstelt. Een kerk, een supermarkt, een paar bakkers, wat winkels, diverse campings en een vakantiepark. Maar de ligging is super. Vanuit Arès kun je werkelijk alle kanten op fietsen. Een rondje Bassin d'Arcachon is circa 80 kilometer, maar dan moet je wel een oversteek maken. Je kunt vanuit Arès ook over een paar prachtige fietspaden naar het noorden, bijvoorbeeld richting Lacanau-Auchan, waar je ook het fraaie binnenmeer het Etang de Lacanau hebt. Nog noordelijker ligt het grote Lac d'Autun, bij het plaatsje Carcan. Richting het noorden kun je zelfs helemaal tot aan de monding van de Gironde fietsen, tot aan Suillac-sur-Mer, een fietspad dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Vélo d'Isée, van Roscoff in Bretagne tot aan Hendaye bij de Pyreneeën. Een van mijn favoriete fietstochten is van Arès naar Cap Ferret. Het ligt helemaal op het eind van de smalle landtong tussen de oceaan en de monding van het Bassin d'Arcachon. Wat het weer betreft in deze streek is het altijd erg aangenaam. Meestal komt de wind uit het noordwesten met kracht 3 à 4 over de oceaan. En dan is het er praktisch altijd goed weer, met temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. Zomer soms iets warmer, maar met de wind van zee altijd aangenaam. Vanuit Arès neem ik dan het fietspad richting Lège-Cap-Ferret, tot je bij de D106 komt. En daar steek je dan over en volg het fietspad naar links. Vervolgens blijf je dat volgen tot bij de volgende rotonde, waar je de drukke weg moet oversteken. En een paar honderd meter verder kun je dan rechtsaf het bos in. En vanaf dat moment wordt het extra leuk. Je fietst dan meteen het Forêt Domaniale de Lège-Garonne in en richting Trucfert. Hier fiets je op de Ancienne Piste Cyclable en je komt na een tijdje bij een kruising met de mooie naam Carrefour de la Dune d'Amour. Vanuit het centrum van Arès heb je er dan tot dit punt ongeveer 10 kilometer op zitten. Richting Trucfert is het dan nog een kilometer of 5 en naar Cap Ferret volgens het bord 12 kilometer. Maar laat je niet voor de gek houden, want tot aan de vuurtoren bij Cap Ferret is het nog ruim 16 kilometer. Het is trouwens een fantastisch fietspad, grotendeels in de schaduw van de dennenbossen. Het pad gaat glooiend door de duinen, maar is nooit echt zwaar. Soms moet je even een extra inspanning leveren om omhoog te komen, maar in de afdaling kun je weer genieten en uitrusten.
Als je een immens strand wilt zien, ga dan bij Truc Vert de strandgang op. Je fiets kun je tegen een boom of hek zetten. Zorg wel dat deze op slot staat en haal spullen zoals een fietspompje, fietscomputer, etc. ervan af. Ooit werd er hier eens een fietspomp van mijn fiets geleend en niet meer teruggebracht. Ga je verder? Volg dan gewoon de bordjes richting Cap Ferret. En als je bij Cap Ferret komt, passeer je op een gegeven moment een soort spoorlijntje. Dat is de minitrein in Cap Ferret die tussen het bassin d'Arcachon loopt en de oceaan. In het seizoen, vanaf half juni, kun je met het treintje vanaf het Plage de l'Océan bij de aanlegsteiger Belisère naar de Atlantische kust reizen. Gek genoeg ligt dus het Plage de l'Océan aan het bassin d'Arcachon. De aanlegsteiger Belisère is trouwens ook de vertrekplaats van boottochten over het bassin, maar ook van een lijndienst naar Arcachon. Deze gaat normaal gesproken om de 35 minuten. Houd er wel rekening mee dat tussen 12 uur en half 3 er pauze is voor de schipper. Maar die kun je voortreffelijk doorbrengen op het fraaie terras van het restaurant dat aan het begin van de steiger ligt. Je hebt ernaast een prachtig uitzicht ook een voortreffelijke kaart als je van vis houdt. Een topplek om mosselen of oesters uit het bassin te eten. Het is wel slim om er even een plekje te reserveren als je direct aan het water wilt zitten. Maar dan nu je binnenkomst op de fiets in Cap Ferret. Als je de spoorlijn gepasseerd bent, volg je deze richting de oceaan. Je komt dan uit bij La Plage d'Océan. Er loopt een plakieren duin op, ga daar omhoog en bovenop kun je dan de wissels zien waar het treintje omgedraaid wordt om weer terug te rijden naar het bassin d'Arcachon. Als je hier nou toch bent, het strand ligt in de diepte en links en rechts van de strandopgang liggen nog oude bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Je kunt hier het strand op gaan. Maar ik neem je nu mee naar de vuurtoren van Cap Ferret. Deze is met zijn hoogte van 52 meter niet te missen en op dit uiterste einde van deze smalle landtong is het een goed baken voor de zeevaart op de oceaan en de smalle opening van circa 3 kilometer tussen Pilat-sur-Mer en Cap Ferret. Je kunt de vuurtoren op na een pittige klim via de trap en bovenop heb je een fantastisch uitzicht in een panorama van 360 graden over het bassin d'Arcachon, het Dune de Pilat en de oceaan. Er is trouwens ook nog een leuke tentoonstelling over het bassin d'Arcachon. Heb je de vuurtoren bekeken? Fiets vervolgens verder richting de haven van Le Cap Ferret. Je zou ook kunnen doorrijden naar het strand van La Pointe, het uiterste puntje van het schiereiland waar je pal aan de opening van de oceaan staat. Je hebt er een prachtig uitzicht op het Dune de Pilat aan de overkant, het grootste en hoogste duin van Europa. Maar in het haventje van Cap Ferret heb je ook een mooi uitzicht op de oesterparken in het bassin en de Grand Banque. De oesters in dit gebied kennen trouwens vier variëteiten en komen van de Banque d'Arguin, de Grand Banque, Île aux Oiseaux en het bassin zelf. De oesters worden hier het hele jaar door gegeten, ook in het groeiseizoen als de oesters een melkachtige stof afscheiden, die overigens niets aan de smaak afdoet. De oesters van Arcachon zijn uitstekend van kwaliteit en hebben een beetje een nootachtige smaak die heel lang in je mond blijft hangen. Samen met een lekker glaasje droge witte wijn is het voor de liefhebber een delicatesse. En er zijn genoeg plekjes om voor de lunch een tussenstop te maken. Om terug naar Arès te fietsen kies ik altijd de weg langs het bassin in Cap Ferret. Je komt dan bij de Plage d'Océan en de pier van Belisère. Als je hier 's morgens bent, dan kun je prima met de fiets naar Arcachon aan de overkant varen. Het is een tocht van ongeveer een half uur en de moeite waard om het eens te doen. Verwacht overigens geen grote ferry, want hier varen alleen kleine bootjes heen en weer en de kapitein is graag bereid om je fiets aan boord te tillen, waardoor je vanuit Arcachon naar bijvoorbeeld het Dune de Pilat kunt fietsen. Een gegarandeerd mooie dagtocht is het gevolg. Maar doe het alleen niet als het erg warm is, want dan is het bovenop het Dune de Pilat bijna niet uit te houden. Maar op een warme dag is de overtocht naar Arcachon wel lekker op het water. En Arcachon is een gezellige stad waar genoeg valt te beleven. Al is het maar om heerlijk te slenteren over de boulevards. Je kunt fietsend van Arcachon trouwens over mooie fietspaden terug naar Arès. Dat is ongeveer 42 kilometer en je passeert leuke dorpen en het mooie natuurpark van Le Teiche. Maar mijn ontdekkingstocht langs het bassin gaat echter via het charmante vissersdorpje Herbe Lavigne. Ongetwijfeld het meest markante vissersdorpje aan het bassin d'Arcachon. Je kunt het alleen te voet bewonderen en dat is absoluut de moeite waard.
Zoek een rustig moment uit, want in het hoogseizoen zal het hier wel druk zijn. De leuke, schilderachtige huisjes zijn deels bewoond of worden gebruikt door de vissers als werkplaats. En natuurlijk kun je hier overal oesters, maar ook mosselen kopen en superverse vis. Andere leuke plaatsen die een mooi uitzicht over het bassin bieden, zijn vervolgens Le Canon, Le Grand Piquet, Le Petit Piquet en Clouet. Overal heb je strandjes aan het bassin. En daarvoor moet je wel de drukke weg langs het bassin volgen, maar die is ook soms zonder fietspad. Ik ga meestal bij Herbe Lavigne weer richting het fietspad het bos in. En dan richting Arrêt. Deze fietstocht van 55 kilometer is een van mijn favoriete rondjes bij het Bassin d'Arcachon voor een heerlijke dag in de buitenlucht. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in iTunes op Frankrijk Binnendoor Online en je krijgt als eerste te horen als er weer een nieuwe podcast is. Je kunt natuurlijk ook elke dinsdag voor het avondeten even kijken op frankrijkbinnendoor.nl/podcasts. Tot mijn volgende podcast!